Alles wat we scheppen, wordt twee keer gecreëerd. Eerst in gedachten en daarna in de stoffelijke werkelijkheid, de fysieke realiteit. Gedachten zijn magisch. Als gedachten worden gedacht, worden ze uitgezonden. Soms bewust, maar meestal onbewust. En als je dat in je eigen leven ervaart, kom je anders in het leven te staan. Heeft u een getal? Nee. Tussen de 10 en de 100. Denkt u maar even aan een getal tussen de 10 en de 100. 60. Ja, nu heeft u hem gezegd. Maar dat geeft niet. Geeft niet. Ik dacht aan Amerika, volgens mij. New York. Ja? En wat had ik opgeschreven? New York. Applaus voor deze twee vrijwilligers. Ja, ja. Dank u wel. Dank u wel. De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar te creëren. En daarbij wens ik u allemaal heel veel succes. Hartelijk dank voor uw aandacht. Prettige dag verder. Misschien tot ziens.